Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. You just give me a... Het is vandaag maandag en we zijn nog steeds in Italië deze hele week. We zijn nu in Florence, maar we hebben alle spullen gepakt. En we gaan er weer vandoor. We gaan zo lekker sporten. Maar we gaan eerst ontbijten. Dan moeten we deze meenemen. Dan... Oh, jij hebt nog geen sportschool? Wel, maar ik weet niet of het goed is. Ja, je kan het op internet allemaal niet zien. Nee. Dus we moeten er gewoon heen en dan zien we het. Oké. We gaan zo ook even kijken naar het ontbijt. Ja. Dus ja, we hebben nu spullen. We gaan er weer vandoor. We gaan even ontbijten ergens. Dan gaan we naar een wijngaardverblijf in Toscane. Heel mooi. Lekker met zwembad en zo. Cannot wait. Oké, guys. We zijn terug uit de sportschool. Pas af, chill, hè? Perfect. Maar we zweten ons nu helemaal dood. Dus we hebben echt even vol de airco. Je zweet het toch niet? Nee, ik heb het lekker koud. Het is niet dat ik zweterig was, maar ik heb het niet lekker. Ik heb het wel warm. Dus we hebben even de airco op ons. We gaan nu naar... Waarom is dit? Deze oor is een beetje een vlakke oor. Maar... Het steekt uit. Ja. Nee, joh. Maar we gaan nu naar ons laatste verblijf. Daar blijven we 4 nachtjes. Zo lang? Zo lang. Dus nou, wel helemaal leuk. En het schijnt heel mooi en luxe te zijn. Dus ik ben benieuwd. Een uur en een kwartier heen rijden maar. Misschien onderweg wat lunchen. Dat kan wel. Ja, dat moet we even doen. Ja, want we kunnen daar toch pas om 3 uur inchecken. Dus nou ja, we kunnen waarschijnlijk wel eerder... spullen incheck, maar het is wel chill als we er aankomen dat we eigenlijk gewoon meteen naar de kamer kunnen en kunnen zwemkleding aan kunnen doen en zo. Dus onderweg wel even wat lunch of zo, als je dit wil even. En dat was alweer Florence. Nou, ik vond Florence heel leuk, maar het was zo warm. Het was zo fucking heet. Gewoon 37 graden in de stad. Ja, het was wel heel leuk, maar het is echt, ik zou er niet in de zomer heen gaan. Ja, of je moet iets met de zwembad hebben. Ja, of je moet iets met de zwembad hebben of zo. Maar dat is allemaal weer heel duur natuurlijk meteen. Wij waren ook in het weekend. Ga niet in het weekend naar de stad. Want overal staat een rij. Overal is het druk. Overal. Dus ja, maar het was wel een hele leuke stad. Je moet hier gewoon heen gaan als het 25 graden is. Ja, je moet gewoon lekker als 25 graden is. Misschien door de week, zeg maar. Dan is het echt fucking leuk. Het was nu ook heel leuk. Maar het zou het leuker maken als het gewoon iets minder warm was. En iets minder druk. Een leuke toevoeging tot de roadtrip. Gewoon dat je ook een beetje stad meemaakt. En gewoon een beetje dat uit. Dan gaan we alweer door met de roadtrip naar Toscane. Ja, Toscane lijkt me echt het allerleukst. Nou guys, we zijn even bij de Mackie. Ik heb een chicken. De all-time favorite. Het eten is hier echt ziek warm. Altijd, de hele tijd. Ik vind deze keer ook wat sneller. Love my McChicken. Beter als de vorige die ik had. Ja. Ja. Jij hebt een McWrap, hoe is die? Ja. Ja? Nice. Ik zit net even bezig, hoor. Ze hebben nu in Nederland de Chicken Big Mac. Dus een Big Mac, maar met, dan met... Met McChicken. Nou ja. Met kip in plaats van een burger. Lijkt me zo lekker. En ze hebben frietjes met kruiden dat je moet shaken. Zo graag proberen. Mag ik cola? Mm-hmm. Hier voor jou. Ja. Het is gewoon hetzelfde als in Nederland. Volgens mij wel. Goeie. Maar dit hebben ze niet in Nederland deze. Ik heb wel een McWrap. Maar... Dat is deze. Ja. Ik weet niet of hetzelfde ingrediënt heeft. Mmm. Een goeie. Nou, we gaan even opeten. Nu zijn we bijna bij de nieuwe verblijf. Zijn stil van. Nou guys, we zijn aangekomen. Oh, ik moet ook even kijken. Het is echt heel chill.
Kijk, we hebben een mooie view. Wil je even de camera laten zien? Heel snel even. Wil je mijn camera laten zien? Dan ga ik naar bed. Ja. Lekker bedje, lekker airco. Tafeltje, tv'tje. Lekker dit. Badkamertje. Heel chill. Lekkere douche. Wc'tjes. Ja, ziet er echt ideaal uit. Hele lieve service, echt super lieve man, heeft ons net helemaal alles uitgelegd, verteld en weet ik het allemaal. Dus, look cute, ik zal het nu even buiten laten zien. Leuk dat Stan ook de sleutel meeneemt van het huis. Loopt gewoon weg. Leuk dat jij de sleutel ook meeneemt. Van? Huis. Niet? Grapje, ik heb hem. Kijk, we hier. Dat doet dicht dan. Hij is dicht. Nee. Ja. We zijn even één minuut weg, man. Hoezo heb je de sleutel van het huis dan nodig? Weet ik niet. Daarboven is het zwembad. Nou, hoi. Hier heb je... Ja, weet dat we hier gaan? Nee, ja. Of zit je hier of binnen? Ja, of in de binnentuin. Er zijn drie plekken of zo, toch? Ja. Weer een mooi terreintje. Je kan ook leuke hikes doen. Nou, helemaal leuk. Nou, guys, we liggen nu even lekker aan het zwembad. Te chillen. Ik kreeg net een glas prosecco. Maar die hebben we alweer op. Dus we hebben een nieuwe Aperol besteld. En ik heb een Campari spritz besteld. Ik heb dat nog nooit op, maar het lijkt me heel lekker. Dus ik ben benieuwd. En we gaan even lekker beveren. Oké, taste test van de Campari. Spritz is ouderwets goed hoor. Is ook lekker, maar deze is nog bitterder. Maar ik hou heel erg van bitter. Ja? Dan blijf ik alleen maar bitter nu. Ja. Even een keer wat anders. Ja? Mag ik deze proeven? Tuurlijk. Leuk wat gedroogde fruit. Maar deze net wat zoeter. Het is wel heel bitter, vind ik. Vind je het niet lekker? Wel ja, ik vind de spritzie lekker. Ja, maar ik vind Campari ook lekker. Weet je wat ik ook lekker vind? Jij bent ook lekker. Heerlijk. Heb je opgeschreven? Nee, ik heb geen pen. Knappie. Ik heb hier een pen. Nou jongens, we zijn nu lekker aan het eten in ons verblijf. Hier kan je dus ook heel lekker uit eten, dat is echt heel leuk. We hebben een tasting menu gedaan, dus een soort menu van de chef. En we hadden net een soort broodje met kaas. We hebben nu gewoon broodjes met olijfolie en we hebben nu pastrami en cheese. Nou, lekker. Oké, het volgende is een pasta met duck. Ik wacht op jou. Toch? Dat is, wat is duck? Oké, eend dus. Het is, nee, dit is niet. Oh. Ik heb de verkeerde. Welke heb jij dan? Traditional menu. Nou, ik weet het niet. Maar dit is hem niet, toch? Dit is hem toch niet? Nee. Jawel. Het is geen tagliatelle. Nee. Nou, volgens mij geven ze maar wat. Ik weet het niet. Nee. Het ziet er in ieder geval lekker uit. En het ruikt ook heel van goed. Van Chefie, lekker. Ja, lekker moker. Is makkelijk. Nou, we hebben het volgende gerecht. Oh, hier. Je hebt 50%. Kip. Dat is ook een lekker kip. Stel het even. Je hebt hier met 100%. Goedemorgen allemaal, we zitten lekker aan het ontbijt. Lekker. Het is vandaag dinsdag en vandaag is heel leuk, want we gaan meeten met Thomas en Maggie. Maggie, Thomas zijn hier ook. En kennen de kijkers hier? Maggie kennen ze wel. Ik weet niet. We gaan naar Siena en daar gaan we een wijnproeverij doen, dus dat is heel leuk. We zijn met Maggie! Hij zei, Stan zegt, kennen de kijkers Maggie wel? Niet meer. Ik ben niet in de vlog meer. Dus kennen het niet meer. We zijn vanochtend zo. Ja. We zijn nu in Siena. Lekker lunchen. Thomas ook niet laten zien. Ja, Thomas. Thomas, je sluit het op. Oh, Stan. Maggie. Kennen ze ondertussen. Nou, we zitten nu in de auto. We waren net even in Siena. Dat was wel even cute. Lekker even geluncht. En nu gaan we dus heel leuk naar een soort, naar een wijngaard met, waar we een tour krijgen. Lekker wijntjes gaan proeven en we gaan daar ook eten. Dus heel gezellig. En het zit heel dicht bij Siena, dus dat is top. Nou, helemaal leuk.
Okay, so this is more easily interpretable. It's a cellar from the 1800s, 1900s, and it's probably because we haven't got any documentation of this part of the building. There is some interesting looking wines here and there, lots of interesting mold and powder and dust, and actually I have always been there for because of its interesting photography, but always felt, you know, again, depending on what effect we want to have, depending on that year and what that wine's like. But what's important with all these aging woods, after 3 or 4 years, so in winemaking, there are two fundamental people. One is the enologist, the winemaker. These three, there's a pink and two Chiantis. The Chiantis are the ones which have the label around the neck, which are all 100% Sangiovese. The pink one, the Rosa Trunella, remember, very representative of the marine piercing, the fossil, but... Yeah, for now, because if you start putting all the amount of testosterone, which is quite strong, you won't taste anything after that. But you will have bread at the end, you're tasting that, and if you're interested, and you give me a shout when you're sending that in the fridge, only if you don't want to... Nee. 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 Your curiosity. Wow. Yeah? Beautiful. Really lovely. So, from there, holding the glass, the aroma is to be released. Okay? Next thing is to stick your nose in. Now, I know this is going to be kind of obvious time, it's just different from every bottle. I can really taste strawberry. I don't know if anyone else is getting that, but it's strong. You know that it's coming from the rock, so quite often I think it's quite profound. Here on the middle of the time, it's got the strawberry part, which is a slightly daylight thing in there, which is, I think, very refreshing. Yeah. And last but not least, a dark berry, 2%. Okay, so... Want je te filmen? Ja. Dat doen we, dames en heren. Oké, Mac. Oh, salami plakjes. En 3 was deze lekker. Ja. Oh. Nummer 3 was deze lekker, die heb ik net gezien. Ja, dit hoort dus. Zo. Die was dus eerst niet lekker toen ze hem 2017 hadden gehad. Nee, in 2019 had ze hem gedronken. 2019 had ze hem gedronken, toen was hij niet lekker. En toen gingen ze hem gebruiken bij tasting. Toen zeiden ze van, kijk, dit is eentje die niet goed is. En toen opeens was hij dit jaar wel goed. Ja. Je ziet ook echt die draad. Dit is ook wat sterker. Ja. Meer alcohol proef je. Maar dat wel lekker. Dat is het rare. Ja. Ik vind het wel lekker. De laatste. Maar moet je met de camera was 2009. Ja? Ja, het is. Ik ben echt een grandpa. Ja. Nou, let's try. Even goed ruiken. Sterke afdronk. Is hij goed? Maar ik vind het allemaal lekker. En wat vinden jullie, welke vind jij het lekkerst, Maggie? Die derde. Niet deze? Ja, nee. Die tweede rode wijn. Ja. En die rosado is ook lekker. Ja. Nou, ik heb het helemaal niet meer gevlogd, maar we zijn hier aan het uiteten. Aan het uiteten. En het is echt, ja, je ziet de view ook niet meer, maar het was een hele mooie view. Heel leuk. Dat is wel. Ja, en we hebben nu lekker toetje. Nou. Nee? Lekker mijn. Ja, dit is gewoon vanille-ijs. Mag eens proeven? Ja. Nu ben ik benieuwd ook of die naar die van de margarita smaakt. Nieuw juist. Nee. Maar is dat lekker? Ja. Dit is helemaal geen vanille ijs. Dit is die van jou is creamier. Doe maar. Goedemorgen allemaal. Wat is vandaag? Oh, het is helemaal geen morgen. Ik ben zo gewend. Hebben we nog niet gevolgd? Nee, want het batterij was leeg. Oh no. Sorry. Het is woensdag 2 uur. Sorry. We hebben net even lekker aan het zwembad gelegen. En we gaan nu even lunchen hier bij het hotel. Oh sorry. Lekker boekje gelezen, lekker spelletje. Alleen quicks mee. Ja.
En ja, we gaan vandaag eigenlijk lekker helemaal niks doen. Want daar hebben we zin in. Nou, we hebben even lekker lunch. We hebben een tonijnsalade en een pizza. Dat gaan we lekker delen. We zijn een spelletje aan het doen. Goed. Nou jongens, we zijn lekker uit eten. Gezellig hier in de buurt van ons verblijf. Was het een beetje rijd of zo. En ik heb lekker een pastaatje. En we hebben ook nog een hoofdgerecht. Een stukje vlees. Chill. Lekker? Heel goed. Mooi. We hebben nu een lekker stukje ribs. En lekker groenten en aardappeltjes. Yum. Oh, we hebben een tiramisu. Oh, dat is echt perfect formaat. Ja? Nou, yes. Dat je wil niet weten wat erin zit. Veel? Ik ga hem even tasten. Gewoon goed. Voor jullie. Tastes. Ik ben benieuwd of die beter is dan gisteren. Ja. Is lekkerder. Hij is sowieso lekker. Hij is heel lekker luchtig. Hij is heel lekker. Oh my god. I love it. Het is echt een officiële recept is ook met lange vingers, hè? Dat is heel grappig. Of misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet waar is. Correct me if I'm wrong. Heel lekker. Die crème. Zo. Hey, doei. Doei. Maar ook lekker. Oh. Moet je mij altijd welk weer filmen? Welk cijfer geef je? Dan moet ik nog één hap nemen. Acht? Ik geef hem echt een 9. Ik ben niet snel tevreden. Nee, jij bent heel snel tevreden. Oh, toch wel. Oh, echt. Ah. 9 out of 10. And you're a 10 out of 10. Doei. Hallo allemaal, goedemorgen. Net nog morgen, iets voor 12. We zijn lekker wezen ontbijten. Ik ben net zo gechilld op de kamer en we gaan nu hiken. Want het is helemaal niet lekker weer. Echt jammer, want het is de laatste dag. Als het goed is, klaart het van de middag een beetje op. Maar ja, daarom dachten we, gaan we nu even ergens lopen. Je hebt hier in de buurt een hele mooie hike. Met allemaal water, rivier en een waterval en zo. Dus wel leuk. Ja, dan zien we wel hoe laat we terugkomen. En dan lig hier even aan het zwembad chillen. Dus helemaal top. Kijk, wat een plaatje. Nou, we hebben net 6 kilometer gehiked. We gaan nu weer terug naar de auto. Dat was een hele leuke route. Ook echt gewoon makkelijk te doen. We hebben er 1,5 uur over gedaan ongeveer. Nu gaan we weer naar de auto. Gaan we even kijken of we ergens wijn kunnen halen. Voor Stans ouders. Voor onszelf misschien of mijn ouders. Maar even leuk souvenirtje, zeg maar. Wat boodschappen doen vanmorgen. Ik zit even in mijn tentje wat te eten. Stan heeft lekker spaghetti en ik had fried fish. Nou, dit is gewoon lekker. Dit is calamaris ook lekker, maar dit. Is dit calamaris? Nou, inktvis. Is een soort hele gefrituurde vis. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Nou, we zijn weer lekker aan het uiteten. Stan snapt even niet. Dat zie je aan mijn hoofd dan? Ja. Huh? Zitten gezellig bij ons. Nee, de ogen snapt het net niet. Nee, die snapt er zo helemaal niet. Trouwens, ik ga dit even proberen. Dit is een fried oliebol. Een fried bread. Oh. Heel lekker wijntje trouwens. Lekker? Een oliebol. Ja? Wat grappig. Oh. Met salami. Ja. Nou ja, je krijgt het wel samen. Volgens mij is het letterlijk een oliebol. Goed wel hoor. Heel lekker. Ja. Nog een hapje gekregen. Maar hè? Wat is het? Ik snap het niet. Doe jij het eerst maar. Ja, dan moet ik het eerst doen. Alsof ik het bereik. Ja, gozer. Lekker. Lekker gozer. Oh. Het is vis, dat ruik ik. Oh. Vandaag bedoel ik. Lekker. Kijk maar. Dat kan ik niet.
Ja, je bent 9 zijn oud. Dat is helemaal. Dat is helemaal waar. Weet je wat ik doe? Dit is weer het kroepboek. Ja, bro. Vis. Ja, bro. Ik ben je bro niet. Grap, hoe moet je choppen? Grap, hoe. Ik schrik aan het erg aan. Hè? Ik weet dat we beste vrienden zijn, maar. Ik ben hier een beetje van onder de indruk. Ik had een soort aardappelstuk of zo. Nee. Ik vind wel heel erg. Maar hoort dit wel bij ons? Volgens mij niet. Er werkt hier één gozer en die snapt er echt helemaal niks van. Heel lief. Maar hij zegt dat is van de tasting menu. Een tasting menu weet je toch niet? Nee. Nou jongens, je zou het niet geloven, maar nu begint pas ons voorgerecht. Ik zit heel de tijd jou te filmen. Ja, dit is veel leuk blijkbaar. Ja, een lekker broodje. We hebben net alles lekker olijfolie. Nou, helemaal genieten. Ik zal die kaas sla ik nog even over. Oh, zo lekker. Ja, maar ik begin even met deze. Ik wil zout met mijn brood en olie. Zo, dit is goed vlees. Ja? Ja, heel lekker. Als je zout erop doet, is echt die olie lekkerder. Maggie zei dat het officieel niet hoort, maar ik ben hier niet voor de officialiteit. Amerikanen zijn hier ook niet voor de officialiteit. Nee. Heb ik dat al gezegd op de vlog? Ik zou het nog maken. Nou, misschien was het sowieso een andere weekvlog. Dat was vorige week. We waren vorige week bij Cinque Terre en stonden in de rij om een treinkaartje te halen. Zegt een chick letterlijk tegen een andere chick, waren allebei Amerikaans denk ik. Ja, ze waren Amerikaans. Ja. Zegt ze ja, en ik wilde ketchup bij mijn pizza. Nou, zei het in Engels van, yeah, I don't want a ketchup with my pizza. And the girl looked at me like I was crazy. Ja, die chick die vroeg gewoon in Italië of ze ketchup bij haar pizza mocht. Ja, dan ben je hier niet, ben niet bij het juiste adres, meid. Maar ik ga het even proeven. Wat ga je proeven? Die. Mm. Die is heel lekker. Oh. Er zit truffelolie op. Dat maakt het zo lekker. Ja, dat vlees zelf is al lekker. Ja. Maar die truffelolie. Ik ga dit even proeven. Dit is lekker. Dit hebben we echt goed gedaan. Zo lekker. Doei. Ik kan hier wel echt heel goed eten bij dit hotel. Ja, je kan hier ook echt goed eten. Wat is het, een hotel? Ja, wat is het? Dat is de ene keer in de kaasbar in Amsterdam. Oh, dat was heftig. We gingen naar de kaasbar nou. Het stond zijn kop moeten zien vertrekken. Ja. Een minuut, nou de seconde dat hij naar binnen liep. Hij dacht, ik wil weg hier. Je hebt ook bijna geen kaas op, je hebt alleen maar een worst op. Maar het went heel snel. Ja. Dat is echt zo. Goed. Nou, wij gaan lekker verder eten. Joehoe. Nou, we hebben lekker ons eten. We dachten dus vorige keer dat dit eend was, maar dit is dus lam. En we hebben lekker een pizza die we gaan delen. Goedemorgen allemaal. Het is alweer vrijdagochtend. We gaan nu naar het ontbijt. En daarna gaan we uitchecken en dan gaan we de hele dag rijden. Dus het wordt niet een hele spannende dag, maar ja, zit het er alweer op hier. Het gaat zo snel, maar het was wel echt heel erg leuk. Kom erop. Ja. Nee, dat wordt het is nu inmiddels 7:30. We zitten sinds 8:00 in de auto. 8:00 vanochtend. Correct. Girl. 7:08. En we hebben besloten om toch in één keer door te rijden, want weet je, anders ja, gaan we nu ergens stoppen en dan moet je morgen nog 5 uurtjes. Ja, dan kan je beter gewoon die 5 uur meteen doorrijden. Nee, en Stan die is gewoon doorzetter. Hij wil ook echt alleen maar rijden, ik hoef gewoon niet te rijden. Maar het gaat ook makkelijk. Vorige keer lukte de auto, moesten maar 12 uur rijden of 13, toen lukte het ook al. Ja. En nu heb ik gewoon goed geslapen en gingen we even goed ontbeten. Ja. Doe prima. Maar ja, top, we gaan straks even naar de McDonald's. Avondeten. En we komen vannacht rond 12:30, 1:00 aan of zo. Nou, dat is prima, dan kunnen we gewoon lekker slapen. Zetten geen werk na, misschien wel iets van de nummer zetten. Maar we kunnen er nu al mee bezig. We kunnen gewoon lekker uitslapen. En dan zit de vakantie er alweer op. Maar
klopt. En er komen weer allemaal leuke dingen aan dit weekend. Want morgen heb ik de 22 dinner van Isabel. Zondag gaan Stan en ik naar... Coldplay. Fucking leuk. Dus... ja, weet je, het is ook weer geen straf naar huis gegaan. Volgende week gaan we weer lekker werken. Nou, helemaal prima. Wij zitten nog wel even in de auto. We zijn allemaal oude podcast afleveringen van Geus en Gorgels aan het kijken. Dus wij vermaken ons wel. Het is inmiddels zondag en we gaan lekker HelloFresh koken en ik hou van HelloFresh. Ik ben echt al jaren HelloFresh member, bij mijn ouders al, hier thuis ook soms. En nu heb ik gewoon een samenwerking met HelloFresh, I love it! Leven kan niet meer compleet. Nee, joke. Jullie weten hoeveel ik van eten hou en alle HelloFresh maaltijden zijn altijd zo lekker en snel en simpel en gezond en goed. En je hoeft gewoon niet boodschappen te doen en na te denken en een recept te verzinnen en... het is gewoon zo chill. Dus ik kom net terug van sporten. En we gaan lekker een HelloFreshje koken. Een heerlijke sportmaaltijd. Rijst met kip en groenten, maar dan op een heerlijke manier. Dus ja, we gaan dit lekker bereiden. Wat ik trouwens het allerchillste aan HelloFresh vind, is dat je elke week de bestellingen gewoon kan pauzeren. Je kan gewoon je abonnement stoppen wanneer je wil en weer aanzetten wanneer je wil. En ik ben best wel vaak op en neer, dan weer weg, dan weer niet, dan vakantie. Dus soms zet ik me gewoon even een paar weken uit en dan heb je het weer. En dan, ja, ik vind het gewoon zo'n uitvinding. Je zit gewoon nergens aan vast. En dat, daar hou ik gewoon niet van, ergens aan vastzitten. Dus je kan echt één klik op de knop gewoon pauzeren en dan... heb je die week gewoon niet. Ja, I love it. Dus dat is top. Ideaal. Je kan dus nu €85 op je eerste 4 boxen korting krijgen. €85. Nou, €85 aan gratis eten. Wie wil dat nou niet? Ik kan op de link klikken. En dan pas je de code automatisch toe. En krijg je €85 korting. Nou, Sil en ik gaan nu lekker koken. Nou jongens, de maaltijd is klaar. Ziet er goed uit, eet smakelijk. Mijn maaltijd is de volgende dag. Ik ben de hele dag doodziek geweest. Weet je maar niet. Ik ga nu naar Isabel. En zo een dinner. In een fucking joggingspak. Omdat ik het zo kut voel. Nou. Kijk eens, hoe mooi het Tama. Zo leuk. Ja. Moet ik zeggen. Ik ben zo benieuwd, want jullie zeiden van nou, we gaan overtreffen elke keer weer alles, zeg maar, toch? Ja. Je moet af en toe wel, ja, ik echt. Okay. Ja, wat leuk. Die foto's. Zou ik het voorlezen of wil je het zelf voorlezen? Laat het eens even zien. Moet ik het voorlezen of jij? Nee. Of is het wel? Lieve zus. Van harte gefeliciteerd met je 22e verjaardag. Vandaag vieren we je lopende jaardag met al je lieve vrienden om je heen. We zijn mega trotse zussen en super blij met jou als beste vriendin. We zaten eens te denken, wat kunnen we jou nou geven en gelukkig maken? Nieuwe herinneringen maken, dat doen we eigenlijk allerliefst. Daarom hebben wij een verrassingsovernachting met de zussen. Ja, een verrassing. Binnenkort hier meer over. Lieve schat, geniet van deze avond. Wij houden ontzettend veel van je. Nou, dat leuk. Ja. En het is dus, wij hadden een beetje een idee. Want zo, lekker tonijn te taart. Zal ik even wat meer saus erbij doen? Lieve Isabel. We kennen elkaar al ons heel ons leven. We begonnen allemaal heel onschuldig en langer haar. Schattige, leuke meiden die altijd lekker samen gingen spelen. Van trampoline springen tot varen in onze bootjes. Wat is het toch bijzonder dat we elkaar al zo lang kennen en nog steeds zo hecht met elkaar zijn. Koster. Een doodzaaie loser. Daar ging je voor. Ook nog wel Het was zover. De meid ging naar Curaçao. We zwaaiden je uit op Schiphol en daar ging ze dan. Wij zijn natuurlijk super trots op jou dat jij deze mooie reis ging maken. In plaats van die halve garen. We zijn heel dankbaar met vriendinnen als jij. Je bent het knap, leuk, grappig. Gewoon alles wat een perfecte vriendin heeft. Laten we proosten op deze mooie avond en op jouw mooie... Jou als leuke vriendin. Cheers, we love you. Mwah, dat is geweldig. Hallo guys, let niet op mijn stem, want ik ben ziek. Maar ik zie dat ik deze vlog
nooit heb geëindigd. Ik heb keelontsteking, dus ik kan niet echt goed praten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Vergeet me zeker niet te supporten natuurlijk. Blauw duimpje omhoog. Abonneren. En praten doet echt te veel pijn. Dus bedankt voor het kijken. Doei. Yes, I'll be on my way now.